Zo werden op Nederlands enige particuliere vliegveld de ongeveer 50 vliegtuigen begroet die deelnamen aan de zogenaamde fly-in van amateurvliegtuigbouwers uit Europa. De ene machine na de andere zocht zijn aangewezen plaats op. Niet alleen de Belgische bouwer zelf, maar ook vele collega's besteden aandacht aan de met een Rolls-Royce motor uitgeruste laagdekken. Een van de modernere kisten, te midden van vele naar oude originele nagebouwde tweedekkers. Alle machines hebben in het land van herkomst een bewijs van luchtwaardigheid ontvangen. Dit is de machine van een Nederlandse ontwerper, die evenals alle anderen werd voorgevlogen. Het merkwaardigste vliegtuig was zonder twijfel de uit Zwitserland afkomstige open tweezitter Breezy. Die wordt aangedreven door een duwschroef achter de vlieger en zijn passagier. Piloot Christoph Fröhlich bleek bereid in zijn kist, die een beetje aan de spin van Fokker doet denken, onze cameraman mee te nemen. Die zo een ervaring rijker werd, waarin hij ons als toeschouwers laat delen. Zwitserland, België en Nederland waren er op deze internationale ontmoeting ook machines uit Duitsland, Zweden, Frankrijk, Denemarken en Engeland. Voor de vele toeschouwers een unieke kans om kennis te maken met amateur vliegtuigbouw.